Voor de volgende debatronde zou ik graag Hanke Bruinslot en Grace Tanemaal willen uitnodigen hiervoor aan de tafel. En de eerste stelling voor Hanke Bruinslot, waar Grace Tanemaal op kan reageren. De stelling is, de overheid mag een dwingend beroep doen op eigen verantwoordelijkheid in de mantelzorg. Graag uw reactie. Het is allereerst belangrijk dat we een goede gezondheidszorg met elkaar houden en dat we die komende jaren gewoon betaalbaar hebben. En daarin mogen we ook verwachten van elkaar dat we ook proberen daar waar we een bijdrage kunnen leveren, dat we dat ook doen. Ik was 2 weken geleden op bezoek bij mevrouw Van Hoorn. Een hele stevige, sterke vrouw van in de 70 die zorgt voor haar demente man. Altijd een kerel van de vent geweest die nu klein op de stoel zat en in vroeger leeft. Zij vertelde mij welke worsteling zij heeft om haar man te verzorgen. Aan de ene kant doet ze niets lievers dan dat, want ze wil hem zo lang mogelijk thuis hebben. Maar aan de andere kant geeft ze ook aan, ik moet toch af en toe moet ik het huis uit kunnen. En daar in het gesprek met haar hadden we het over van hoe kunnen we dat nog beter voor elkaar gaan krijgen. Want als CDA vinden we dat mensen ook een bepaalde eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar als mensen kwetsbaar zijn en echt in een lastige situatie zitten, dan moeten ze ook geholpen worden. En daar heeft de overheid echt een hele belangrijke taak in. Dus de eerste zou ik echt de komende periode willen inzetten op zorg in de buurt. Meer zorg thuis, een stevige huisarts met een goede fysiotherapeut langs en allemaal andere eerste lijnsaanbieders die ook gewoon bij mevrouw Van Hoorn over de vloer kunnen komen en daar een deel van de zorg kunnen wegnemen. Waarom moeten zij elke keer naar het ziekenhuis gaan? En waarom kan die medisch specialist nou gewoon niet bij haar op de huisarts op de hoek in de straat komen? Dat kan allemaal. Het tweede wat ik belangrijk vind is dat we wetgeving maken dat arbeid en zorg beter gecombineerd kan worden. Nu wil een werkgever vaak iemand die bij hem werkt niet vrijgeven om thuis te gaan zorgen. Maar mevrouw Van Hoorn vertelde dat haar zoon een geweldige werkgever had. Want haar zoon mag op woensdagmiddag altijd bij haar thuis komen werken. En wat gaat mevrouw Van Hoorn doen? Mevrouw Van Hoorn gaat naar haar schilderclubje. Dat is haar lust en het leven en dat kan ze nu volhouden. Die werkgever vinden wij fantastisch. En dat willen we gewoon echt met wetgeving gaan regelen om ervoor te zorgen dat iedereen dat kan vragen van zijn werkgever. Het laatste wat we willen is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor moet je betere zorg aan huis leveren. Dan moeten we een bepaalde regelgeving voor weghalen. Ervoor zorgen dat mensen uit ziekenhuizen ook meer thuis kunnen komen. Die regels willen we graag weghalen. En het laatste waar we echt voor willen strijden is dat de langdurige verpleging en verzorging van langdurig zieken en ouderen, dat gewoon in de AWBZ blijft. Alle partijen, bijna alle partijen, willen dat de gemeente daar verantwoordelijk voor wordt. Dat vinden wij heel spannend. Want dat betekent dat mensen niet meer een beroep, geen recht meer op die zorg kunnen vragen. Terwijl en afhankelijk zijn van de gemeente of ze goede langdurige verpleging en verzorging krijgen. Dat vindt het CDA echt een stap te ver. En volgens mij door deze maatregelen kunnen we mensen en vooral mevrouw Van Hoorn ervoor zorgen dat ze langer voor haar man kan blijven zorgen. Dat ze haar eigen verantwoordelijkheid kan nemen, maar dat ze zich niet overbelast voelt. En daar willen wij als CDA mee naartoe. Grace Tanemaal, wil je daarop reageren? Ja. Nou, u heeft een heleboel meer genoemd dan alleen de mantelzorg. De stelling was de mantelzorg. Met name of het een dwingend beroep van de overheid mag zijn om mantelzorgers in te zetten, heb ik u niet horen zeggen. Bent u daarvoor? Ik vind dat uiteindelijk mantelzorg iets is wat je mensen kan vragen. Maar op het moment dat de belasting te groot is, moet er altijd een overheid zijn die mensen kan helpen. Ik vind wel dat wij ten opzichte van elkaar een verantwoordelijkheid hebben om te helpen. Maar het gaat mij om het dwingend, want ik ben ook heel erg voor mantelzorg. Ja. Ik denk ook dat het belangrijk is dat er mantelzorgtaken zijn. De gemeente die heeft daar natuurlijk een grote taak in, hè, want de mantelzorg en de vrijwillig inzet is een onderdeel van de wet maatschappelijke ondersteuning. Ik vind dat gemeentes zich veel meer aan de opdracht zouden moeten houden om mantelzorgers te ondersteunen. Als je op een goede manier de WMO vorm wil geven, dan moet je ervoor zorgen dat je dat faciliteert. En ik denk dat het domste wat gemeentes nu kunnen doen, is bezuinigen op mantelzorg en vrijwillige inzet. Ja, u mag best klappen hoor. Dank u. Maar wat vooral, en ik hoorde het u wel even zeggen net over die werkgelegenheid, hè, en het probleem.
Waar we aan voorbij gaan en waar de overheid ook aan voorbij gaat, is het feit dat 1 op de 8, maar waarschijnlijk al 1 op de 7 werknemers zijn mantelzorger. Dat betekent dat je gewoon in de tang zit. Als jij weer om 10 uur binnenkomt 's ochtends, dan zeggen je collega's, goedemiddag. Hè? Op een gegeven moment raak jij ontzettend gewoon klem. Dus wat wij zouden willen is inderdaad dat niet alleen de rekening wordt neergelegd bij werkgevers. Want die zeggen natuurlijk, god, wat gaat mij dat kosten. Maar als ik dan minister Kamp hoor roepen, ach, dat langdurend zorgverlof, volgens mij helemaal niet nodig, want niemand gebruikt het. Dan vertelt hij er niet bij dat het niet wordt gebruikt omdat het te duur is. Er zijn maar heel weinig mensen die het zich kunnen permitteren om bijvoorbeeld een half jaar maar de helft van de tijd te werken. Maar help ons dan met die wet. Ja, steun onze wet. Graag, goed graag. Zo. Maar tegelijkertijd heb ik zoiets van, ga daar nou eens in investeren. En ga niet mensen eisen dat zij langdurend zorgverlof opnemen. Dan verbaasd zijn dat ze het niet doen. Daaraan de consequenties verbinden dat ze het dan dus schijnbaar niet nodig hebben. Maar het is te duur. Wat ik ook zou willen is, mantelzorgers, die zijn, als zij aan het werk zijn, constant bezig om te zorgen dat ze zorgtaken kunnen doen, dat ze de werkgever tevreden stellen. En het probleem hierbij is dat ook mensen inderdaad in een sociaal isolement soms gaan raken. Ja, als je alleen nog maar bezig bent met zorg, soms betekent het dat mensen minder gaan werken bijvoorbeeld. Dat is verlies van inkomen, maar ook verlies van inzet voor de werkgever. Waarom kunnen wij bijvoorbeeld niet een maatschappelijk pensioen inrichten voor mensen die verplicht bijna mantelzorgtaken moeten doen? Als er wordt geïndiceerd, wordt er gekeken hoeveel mantelzorg is er. Sterker nog, er wordt zelfs gekeken hoeveel kinderen er in huis zijn en wat die kunnen doen aan mantelzorgtaken. Nou, ik vind dat zelf een stap te ver. Ik vind het heel redelijk dat ze de afwas doen, maar een kind dat al wordt ingezet voor dit soort zaken is vaak al heel druk met andere mantelzorgtaken. Er zijn nou 2 op de 10 jongeren is mantelzorger. Daar hoor ik de politiek helemaal niet over. Maar daar hoort u mij wel over. En het is, u bent psychiatrisch verpleegkundige. Volgens mij waren het nog even mijn minuut als ik ze nog even af mag maken. Natuurlijk, want dit is een punt waar u echt daar gaan we het zo meteen graag over hebben. Absoluut. Wat ik heel graag zou willen is dat werkgevers inderdaad werknemers faciliteren. Dat kunnen ze doen door mensen thuis te laten werken. Dat kunnen ze doen door mensen inderdaad de arbeidsvoorwaarden wat te flexibiliseren. Ik spreek werkgevers die zelfs het kortdurend zorgverlof flexibiliseren. Waardoor jij bijvoorbeeld een dag of een halve dag, net hoe het je uitkomt, kan opnemen. Ik vind dat een voorbeeld voor andere werknemers. Maar waar mensen het niet over wil hebben. Wil je afronden? Ja, is dat als je minder gaat werken omdat je die zorgtaken hebt, dat het inkomensverlies nu is, maar in de toekomst dus ook inkomensverlies omdat je geen pensioen opbouwt. En ik vind dat we daar wat van zouden moeten doen. Ik wil sowieso nog even iets aangeven. Hè, want het is leuk, het is heel goed dat u begon over het feit dat sommige kinderen ook ongewild mantelzorg zijn. U bent volgens mij van achtergrond psychiatrisch verpleegkundige ooit geweest. Ooit, lang ja, geleden. Ja, ooit lang geweest. Dat bijna weer vergeten. En de afgelopen periode heb ik heel hard, samen met PvdA, zijn we aan het werk om kinderen van ouders die psychiatrisch patiënten zijn extra ondersteuning te geven. Want vaak zijn die ongewild mantelzorgen. Ja. En door meer aandacht te krijgen voor familiebeleid in instellingen, door psychiaters eindelijk een keer aan een psychiatrisch patiënt te laten vragen, heeft u kinderen? Kunnen we daar belangrijke stappen in zetten? Okay. Dus dat is iets, u benoemt het. Ja. En ik wil ook even zeggen dat het PvdA en het CDA daar in de afgelopen 2 jaar echt werk van maken. En dat wil ik komende periode samen met mijn collega Lea Bouwmeester ook echt blijven doen. Okay. Want die kinderen kunnen we daar niet van vragen. Dat levert zo'n grote schade op. Dat ben ik helemaal met u eens. Alleen heb je sommige CDA-wethouders die daar bijvoorbeeld heel anders over denken. En lekker gaan snoeien en het protocol gebruikelijke zorgen tevoorschijn trekken. En het maar heel gewoon vinden dat kinderen gewoon taken gaan doen. En nogmaals, ik vind het heel redelijk wanneer er wordt gezegd een kind moet thuis gewoon iets doen. Maar dat is onder andere omstandigheden. Want reken maar, u zegt het zelf al, wanneer een kind van een ouder met een psychiatrische problematiek, wanneer die thuis de afwas moet doen, dat is het punt niet. Maar die moet al heel veel meer taken doen. En ik vind bijvoorbeeld dat binnen gemeentes, binnen de WMO, in de verordening, en ik hoop dat u misschien uw CDA-wethouders daarop aanspreekt. Die maar ik heb een verrassing voor u, want uw PvdA-wethouders hebben er ook af en toe last van. Maar daar gaat het niet om. Hè? Want waar het uiteindelijk om gaat, is eigenlijk waar u ook nu vinger op de zere plek ligt. U zegt eigenlijk van, ik vind het lastig dat we dit bij de gemeente hebben neergelegd. En dan vraag ik mij af, als u dit al lastig vindt, waarom wilt u de hele langdurige zorg en verpleging helemaal naar de gemeente overdragen? U hoort waarom, mij niet zeggen waarom dat ik u daarvoor als u hier dat zo niet ontzettend. Zo dat bewaar ik zo meteen voor het reden. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Nee. Sterker nog, ik denk dat het heel verstandig is om een aantal dingen bij de gemeente neer te leggen. Alleen, zoals u zelf ook weet,
Je bent afhankelijk van een college dat daar zit. En als het een college is of een wethouder is die daar een bepaalde visie op heeft, dan ben je natuurlijk net zo goed ook machteloos. Maar u wil serieus alle zorg in verpleeghuizen, alle zorg in bejaardentehuizen, al die 25 miljard die nu aan de AWBZ wordt uitgegeven, die draagt u in één keer over naar de gemeente toe. Nou, en u zegt dat ze daar... Dat ze daar nu al klaar voor zijn? Nee, u maakt het iets te simpel. Waar we het over gaan hebben is ik heb het toch zo gelezen. Ja, de in uw verkiezingsprogramma. Waar we het over gaan hebben, dat is met name de lichte begeleiding. Nee, en wat je, nee laat u doet een hele langdurige zorg en verpleging. Maar uitspreken, dat staat niet dat dat morgen is. We gaan beginnen met de transitie. En ik denk ook dat er kansen zijn wanneer je een aantal aspecten ook bij de gemeente onderbrengt. Want dan kun je het inderdaad bundelen. En als je inderdaad zegt die zorg dichtbij, waarvan ik de indruk heb dat u daar ook voor bent, dan is het alleen maar heel goed dat je een aantal dingen zelf in de hand hebt. Maar hoe dat lokaal wordt uitgevoerd, daarvan zijn we wel afhankelijk van het college dat er zit, nou, van een aantal andere factoren. Maar het principe-idee is alleen maar goed. Okay. Ja. Mag ik de volgende stelling voorleggen? En daarna kunnen we in een breder verband over doordebatteren. De stelling is, in de gezondheidszorg moet er een relatie bestaan tussen de kosten van een behandeling, de mogelijke levensduurverlenging en de kwaliteit van het leven. Nou, dat was een hele lastige. Ik wil vooropstellen te zeggen dat de Partij van de Arbeid de gezondheidszorg niet ziet als één grote kostenpost. En dat wij niet, zoals sommige andere partijen dat wel doen, een boete leggen op ziek zijn of op ouderdom. Zorg gaat over mensen, gaat over het leven van mensen. En wij vinden dat menselijke waardigheid en goede zorg hoort bij het leven en hoort bij mensen. Wat we wel vinden is dat de positie van mensen die in de zorg werken, zoals artsen, dat die hierbij betrokken moeten worden. En als u nu aan mij vraagt, is er nou een relatie tussen de kosten van de gezondheidszorg, de verlenging van het leven of de kwaliteit van het leven, dan kun je dat niet zonder meer met voor of tegen afdoen, of ja of nee. Zoals het nu gaat, zijn er ook helemaal geen richtlijnen. Het is iets tussen de arts, tussen de patiënt, iets wat zich afspeelt tussen de vier muren van een spreekkamer. En ik kan u verzekeren dat de menig arts worstelt met het gegeven dat hij tegenover een patiënt zit. Hè, die inderdaad iets heeft van, dokter, dank u wel, maar het hoeft niet meer. En dan zit er familie bij en die heeft, nee dokter, echt, wij willen echt dat er nog alles aan gebeurt. Wij willen moeder nog niet missen, doet u alles. En diezelfde arts die zit soms tegenover een patiënt en die zegt van, dokter, ik wil dat u alles doet om mijn leven te rekken. Terwijl die dokter misschien ook denkt van, ja, dat kan ik wel doen, maar dat heeft helemaal geen zin meer. En wij weten allemaal dat er steeds meer zorgproducten komen waarvan we helemaal niet zeker weten of ze gaan werken. We weten wel dat de zorgconsumptie enorm opschroeft. En waar het volgens ons om gaat, is dat het natuurlijk voor artsen vaak gewoon een worsteling is. He, soms uit kostenoverwegingen, soms heeft het natuurlijk ook vanuit ethische optiek. Eigenlijk gaat het daar natuurlijk altijd om. Maar waar het vooral over gaat, is dat je hier een maatschappelijke discussie over moet voeren. En wij willen heel graag dat die gevoerd gaat worden. En uiteindelijk wordt de maatschappelijke discussie natuurlijk ook een politieke discussie. Maar wij vinden dat je iets dergelijks niet uit de weg moet gaan. En wij vinden sowieso dat er meer aandacht moet zijn voor de laatste jaren van iemands leven. Hè. Daar kunnen we best discussie over voeren. Er zijn ook oudere mensen die dat aangeven. Hè, van ja, ik wil niet meer, maar wat nu? Ook dat is een onderdeel van zo'n discussie. Voor ons is het geen taboe. Wij willen er graag over spreken. We gaan het niet uit de weg. En het is nu geen taboe en in de toekomst ook niet. Hanke Bruinschot. Ik deel inderdaad de opvatting dat het belangrijk is om over deze vraag een maatschappelijke discussie te voeren. Ik sprak laatst met een mevrouw van 43 jaar die terminaal ziek was. En zij vertelde mij dat zij nog 4 maanden te leven had. En dat zij 2 keuzes bij de dokter had gekregen. Ik kan u nog 4 maanden behandelen waardoor u 5 maanden leeft. Of ik geef u nu medicatie waardoor u nog 1 maand of 3 gewoon alles kan doen wat u wil. En zij vertelde mij dat zij uiteindelijk voor die medicatie van 3 maanden had gekozen. Waardoor ze wel eerder overleed, maar waardoor haar kwaliteit van leven wel verbeterd is. En zij met haar man nog een aantal dingen kon doen. En volgens mij kunnen we nooit aan een leven een prijskaartje gaan hangen. Maar moeten we wel in de zorg met elkaar de discussie beginnen, wat verstaan we onder kwaliteit van leven? En hoe kunnen we ervoor zorgen met elkaar dat mensen kwalitatief goed leven? En dat gaat dan ook over de concrete vrouw van een mevrouw van 80, die misschien nog een heup nodig heeft,
maar aan de andere kant eigenlijk ook niet meer mobiel is en alleen maar in een rolstoel zit. Welke afweging ga je dan maken? En dat is inderdaad heel verstandig dat daarover een maatschappelijke discussie gevoerd kan worden. Maar het kan nooit zo zijn dat je een prijskaartje aan het leven gaat hangen. En het is ook een discussie inderdaad die uiteindelijk ook in de politiek terecht hoort, omdat het de hele maatschappij aangaat. En dat deel ik zeker met de PvdA. Wilt u weer plaatsnemen? Dan kunnen de andere debatdeelnemers ook aanhaken. Wel van twee partijen de oproep dat een maatschappelijke discussie in ieder geval gewenst is. Ja. Ik hoop dat er misschien vanavond wat meer, ook vanuit de politiek, daar richting aan gegeven kan worden. Nicole van Gemert van de SP. Wat ons betreft is het dus helemaal geen politieke discussie. Wat ons betreft is deze discussie, wat is kwaliteit van leven, welke medicijnen heb ik nodig, welke ingrepen heb ik nodig, is een discussie die enkel voorbehouden is aan de arts en de patiënt. En daar moeten wij ons niet mee bemoeien. Dat is voor iedereen is de kwaliteit van leven anders. Voor iedereen telt het anders. Heb je het over het prijskaartje van een leven, dan vraag ik me af, als je zegt bij een mevrouw van 94, is deze prijs van het medicijn dit nog wel waard? Dat zouden we ook niet doen als zij er leven lang paracetamol A1 euro voorgeschreven kreeg. Je weet altijd dat dit een discussie is over de financiën. Dan weet ik niet of ik ook al wat over de mantelzorg mag zeggen. Ja. En daarna geef ik Kees het woord. Ja. Mag ik er eens op reageren anders? Anders hebben we het over twee verschillende onderwerpen. Ja. Als ik u zo beluister, dan wat u nu zegt, dat zou dus onderdeel van die maatschappelijke discussie kunnen zijn. Dat is dus uw visie hierop. En u gaat er al van uit dat het feit dat er een maatschappelijke discussie, sorry, ik sta met mijn rug naar het publiek, dat er een maatschappelijke discussie zou moeten plaatsvinden, dat die dus alleen maar over geld zou gaan. En misschien moet je daar ook de discussie over voeren en uiteindelijk tot de conclusie komen dat we het hier dus gewoon niet over gaan hebben. Anke Bruinschot wil graag aanhaken. Nee, maar het is uiteindelijk altijd een discussie die tussen de arts en een gesprek, niet eens een discussie, een gesprek dat tussen de arts en de patiënt plaatsvindt. Maar we zullen wel met z'n allen moeten kijken hoe kunnen we die gezondheidszorg nou komende jaren goed inrichten. En dat betekent dat bijvoorbeeld de prikkel eruit moet om zoveel mogelijk te produceren. En dat we terug moeten gaan naar wat levert eigenlijk de zorg aan kwaliteit op. En dat betekent ook dat we met elkaar de discussie aan moeten over hoe staat de farmaceutische industrie. Maar daar komen we allemaal aan toe. Dat moeten we ook allemaal met elkaar doen. Maar uiteindelijk is het wel zo dat je als politiek kan je zeggen, dit leeft in de maatschappij en hier doen we niks mee. Maar we zijn ook volksvertegenwoordiger geworden om uiteindelijk datgene wat in de samenleving speelt ook gewoon in Den Haag met elkaar te bespreken. Gerard, jij wilde wat zeggen en Niels van den Bergen wil daarna nog even. Wij hebben natuurlijk ongeveer het beste gezondheidszorgsysteem in Nederland van de wereld. Alleen het kost gigantisch veel geld. Onze debatleider die mompelde het net al eventjes. In 2040, en dat is voor mijn partij dus heel indringend, in 2040 lopen die kosten voor de zorg gigantisch op. Dus we kunnen heel mooi praten over we moeten dit en moeten dat. Er is een gigantisch financieel probleem echt op te lossen. Want anders gaat het dadelijk af van onze onderwijsbudgetten en allerlei andere budgetten. Mijn tweede opmerking is, ik denk dat de politiek een fout heeft gemaakt een paar jaar geleden. Door de invoering, en ik weet niet of dat de mensen wat zegt, van de DBC-methode. Ja. Dat betekent dat in het hele gezondheidszorgsysteem wordt je afgerekend en is ingericht op het aantal behandelingen wat je doet. Dus al ben je 80 en je hebt 2 nieuwe heupen nodig, dan zegt die arts natuurlijk, hupsakee, 2 nieuwe heupen, want die wordt betaald voor die 2 nieuwe heupen. Ja, en die wordt niet betaald voor een goed gesprek met die persoon die misschien die heup nodig heeft over de kwaliteit van leven. Dus dat is dan mijn derde opmerking. Ik vind dus dat je die perverse prikkel eruit moet halen rondom die DBC. We hebben er ook mee ingestemd, maar er kritisch naar kijken. En dan gaat het toch uiteindelijk ligt de bal wel even bij de politiek als het gaat om de voorwaarden creëren waaronder een arts met de patiënt in gesprek kan gaan over wel of niet die behandelingen. Nee, je kan niet de politiek gaan als je bang bent voor moeilijke beslissingen. Dan heb je daar niks te zoeken. Nee, ik denk het is een ongelooflijk ingewikkelde discussie. Moet alles kunnen, want daar hebben we het over. En dan in het voorbeeld van Anke Bruinschot heb je iemand die zelf die beslissing neemt. Dat is natuurlijk een enorm moeilijke beslissing. Maar iemand van zijn grootvader van 96, als die valt een nieuwe heup. Zou die nieuwe heup moeten hebben? Ik bedoel, gelukkig is hij nog niet gevallen. Maar dat zijn vragen waar we voor staan. En uiteindelijk gaat het om de betaalbaarheid van die zorg. En daar moeten we als politiek een verantwoordelijkheid in nemen. Daar kun je niet voor weglopen. Ik wil wel eventjes vragen wat er op social media gebeurt. Wanda, kan jij ons daar wat meer over vertellen?
Ja, nou die vraag inderdaad of mannen er ook een mening over hebben. Nou, die is beantwoord, denk ik. U heeft zich geroerd, dank u wel. En de handel in rietjes in de zaal begint op gang te komen. Rietjes. De handel in rietjes. Ah, nou, daar zal ik zo meteen meer over uitleggen. Maar dat weten de kandidaten nog niet allemaal, denk ik. Arjen, mag ik jou vragen om eventjes terug te blikken op deze debatronde? Ja, dat zal ik doen. De verzorging staat dus, dames en heren, een echt libelle onderwerp, zo bleek. Neem je moeder maar in huis. En als ze gaat verweren, zo erg is dat niet, alleen even ramenzemen leren. De zorg is zorgelijk en zelfs volledig gekanteld. De mantelzorg dus ook in zijn geheel ontmanteld. Hanke heeft ervaring uit de echte gezondheidszorg, komt haar toren. Ze bezoekt zelfs heel zielige mensen, zoals mevrouw Van Horen. De tranen sprongen in mijn broek. Hier moet wat gebeuren. Afhankelijk van de gemeente zijn, is hier zeer te betreuren. Bij Grace springen ook de tranen in haar bruine ogen. Langdurig zorgverlof is duur. Zij heeft een maatschappelijk pensioen voor ogen. CDA en PvdA zijn het eigenlijk gruwelijk eens. De clash blijft daarom uit. Vertel het jullie wethouders maar eens. De kosten van de zorg stijgen gruwelijk snel. 40% van ons inkomen wordt het misschien wel. Of we er langer door gaan leven is voor Grace de vraag. Dokter Bernard doet soms alles, maar het gaat ook wel wat traag. Hanke heeft weer een fantastisch voorbeeld over de kwaliteit van het leven. Je mag dan zelf kiezen of ze je 3 of 5 maanden willen geven. De SP wil zich niet branden, dat hoort immers bij de arts. De maatschappelijke discussie gaat toch over geld, wordt hier duidelijk gesteld. In de SP zitten blijkbaar weinig medici. Dus kan niemand er iets van vinden. Ook de PVV weigert deze discussie, dan zitten we immers in het land der blinden. Niels vindt zich de juiste man om wat over de zorg te durven zeggen. Met geen prijskaartje aan het leven hangen, probeert hij zijn ei te leggen. Eppo heeft nu echt zijn dag. Hij hoopt en bidt dat het waar is. Alle partijen hebben een geloof dat dat maar even klaar is. Maar het hoogtepunt van dit debat, René spreekt Italiaans. Weliswaar met een accent, maar het klonk nog net niet als Spaans. De conclusie van stelling 2. Niemand is gelukkig voor verspilling in de zorg zowaar. Godzijdank, we zijn het gruwelijk eens met elkaar.